Waar komt de rode gloed vandaan in de Noordzee? Rijkswaterstaat heeft vannacht monsters genomen en die worden nu onderzocht. De mogelijk giftige plaagalg was gisteren te zien tussen Scheveningen en Wassenaar, maar kan zich makkelijk verspreiden. Helaas voor mensen die vandaag verkoeling willen zoeken in het water, dat kan voorlopig even niet. Het advies is volg vooral het advies van de lokale reddingsbrigade op. Zij zijn goed op de hoogte van de situatie op het water. En zodra het kan, zullen zij de mensen weer laten weten dat ze het water in kan. En als het niet kan, dan hangt er waarschijnlijk de rode vlag. Dat betekent ga niet zwemmen en dat is dan voor je eigen veiligheid.